Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Guit. Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Lucas 23, vers 18 tot en met 25. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Als we het gedeelte dat we vandaag behandelen tot ons laten doordringen, zouden we denken dat hier de figuur van Pilatus centraal staat. Pilatus die Jezus wilde vrijlaten, maar uiteindelijk hem toch tot de kruisdood heeft veroordeeld. Vanwege de vrees voor de Joden. En hij alleen dacht aan eigen machtspositie. Pilatus deed alles om zijn eigen status te behouden. Maar als we dit gedeelte en heel dit hoofdstuk waarvan dit gedeelte deel uitmaakt goed lezen, komt ook hier Jezus Christus naar voren. Als de onschuldige. Als het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. In vers 14 lezen we al dat Pilatus zegt: ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. In vers 20 lezen we dat Pilatus de Joden toesprak omdat hij Jezus wilde loslaten. En tenslotte lezen we in vers 22 dat hij tot de Joden zegt: wat heeft hij voor kwaads gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Toch wilden de Joden dat hij werd gekruisigd, omdat ze met blinde haat vervuld waren. Intussen gaat hiermee Gods raadsplan in vervulling. Wat Jesaja voorzegd had, wordt nu vervuld. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En Paulus zegt later: hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. We willen het gedeelte nu op de voet volgen. Heel de menigte schreeuwt: weg met hem, laat voor ons Barabbas los. Barabbas was in het evangelie van Lucas nog niet ter sprake gekomen. Nu wordt hij pas genoemd. Het was iemand die bij een oproer betrokken was geweest en een moord op zijn geweten had. Het was de gewoonte dat de stadhouder op het feest van Pascha een misdadiger vrijheid gaf, gratie verleende. Zoals dat in sommige landen nog gebeurt. Als er een bepaald feest gevierd wordt, kan een koning of een president een gevangene loslaten. En nu laat Pilatus het volk kiezen tussen Jezus en Barabbas. Wellicht heeft hij gedacht dat het volk toch uiteindelijk voor Jezus zou kiezen. Want Barabbas was een berucht gevangene. Maar als hij dat gedacht heeft, heeft hij zich grondig vergist. De menigte, opgezweept door overpriesters en farizeeërs, roept: weg met hem, laat voor ons Barabbas los. Het wordt voor Pilatus steeds moeilijker. Er komt nog iets bij. In de Matthäus-evangelie lezen we dat zijn vrouw een briefje bij hem laat bezorgen en in dat briefje schrijft zij: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Met andere woorden, ook de vrouw van Pilatus noemt Jezus een rechtvaardige. En Pilatus moet daarbij versterkt zijn in zijn mening dat Jezus onschuldig is. Pilatus spreekt de Joden nog een keer toe. Maar de reactie van het volk blijft hetzelfde. Kruisig hem! Kruisig hem! Dan zegt Pilatus voor de laatste keer:
Wat heeft hij voor kwaad gedaan? Ik heb niets gevonden in hem wat de dood verdient. Ik zal hem straffen en loslaten. Pilatus denkt ermee weg te komen als hij Jezus laat geeselen. Want niet alleen hij, maar ook Herodes had geen schuld in hem gevonden. Maar weer vergist hij zich in de houding van het volk. Dat is immers niet meer voor reden vatbaar. Ze roepen en schreeuwen en eisen dat Jezus gekruisigd zal worden. En als we dan bedenken dat de kruisdood in de tijd van het Romeinse Rijk een dood van misdadigers en slaven was, vragen we ons toch af, hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Jezus had alleen maar goed gedaan. Zieken genezen, doden opgewekt, hongerigen gevoed en zich over armen ontfermd. En nu vraagt het volk waaruit hij voortgekomen was en dat die tekenen had gezien, nota bene, om zijn kruisdood. Hoe is het mogelijk? Uiteindelijk geeft Pilatus toe. Hij had zijn positie, status, macht en geld niet over voor Jezus en zijn koninkrijk. Hij laat het eigen belang prevaleren boven het belang van Jezus. We lezen in vers 25, en hij liet hun de man los die om moord en oproer in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar hoe vaak maken ook wij ons daaraan schuldig? Dat we eigen belang laten heersen over het belang van Gods koninkrijk. Laten we onszelf daarop beproeven. En laten wij ook onszelf afvragen voor wie wij in ons leven gekozen hebben. Barabbas of Jezus? Van nature kiezen we net als de Joden voor Barabbas. Maar als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, leren we voor Jezus te kiezen. En dan gaan we zien dat hij bewust en vrijwillig de weg is gegaan van de totale vernedering om voor mensen zoals wij zijn een volkomen zaligheid te verwerven. Dan gaan we hem in het geloof lief krijgen, dienen, belijden en volgen. En dan wordt hij ons hartelijk lief. Dan gaan we ook zien dat hij ons eerst heeft lief gehad. De schriften van het Oude Testament worden voor ons dan ook werkelijkheid. We denken opnieuw aan Jesaja 53. Daar lezen we, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing geworden. U versmaadt de liefde van deze heiland toch niet? Beantwoordt u die liefde al in het geloof door er amen op te zeggen op al wat God in zijn woord heeft gezegd en beloofd? Daar komt het voor ons allemaal op aan. En als we dat door de Geest gedreven mogen doen, wordt het wonder hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. We zullen nu samen de Heere danken. Heere, trouwe en barmhartige God, wij danken u ervoor dat wij in deze lijdensweken de lijdensstof, zoals uw woord ons die aanbiedt, mogen volgen. En vandaag mochten we stilstaan bij de keuze waar het Joodse volk voor gesteld werd, Jezus of Barabbas. En het volk koos voor Barabbas. Heren, wij moeten u belijden dat wij niet beter zijn dan de Joden. Dat ook wij van nature voor Barabbas zouden kiezen. Maar wilt u met uw Heilige Geest in ons hart maar werken. Dat ons geest verandert en vernieuwd wordt. En dat wij leren zien dat Jezus Christus zijn leven wilde geven en zijn bloed wilde vergieten. Opdat onze zonden verzoend zouden worden en onze schuld uitgedelgd. En dat wij daarom voor hem gaan kiezen, door het geloof. En Heere, wat is het dan een wonder als we mogen zien dat hij de toorn van u de Vader over de zonde voor ons gedragen heeft. En dat hij verzoening bewerkt heeft door zijn plaatsvervangend lijden en sterven.
en dat hij door zijn dood en opstanding het leven verworven heeft, dat duurt tot in alle eeuwigheid. O God, geef ons deel aan dat leven en laat ons mogen drinken uit de fontein van het heil. Gedenk ons in onze privésituatie, in alle zorgen, verdriet, pijn en moeite, in onze eenzaamheid misschien, en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen.